Stelt u zich voor, open podium, 120 kinderen in de doelen. Teringherrie, maar geweldige muziek. Die kinderen die spelen dat de vonken ervan afvliegen. En dat doen ze in een arrangement van Arend Nix, de drummer. En de dirigent is Keimpe de Jong. Het is allemaal in het kader van een kindermuziekweek. Die is op 31 maart van start gegaan. En het wordt een hele bijzondere week. Niet zitten luisteren naar grote mensen die muziek maken. Nee, niks. Actief muziek maken. Bijvoorbeeld, hier zijn we op de Daltonschool. Kinderen die gaan repeteren met Keimpe de Jong. Maar het is verder, iedereen zet zich in. Mensen van de SKVR, mensen van het Philharmonisch Orkest. En dat komt dan allemaal tezamen op 8 april in de doelen. Ieder zijn eigen instrument. Top. Het verhaal van het concert is rondje Rotterdam. Hè? Dus we gaan op een school beginnen. Dan stappen we zogenaamd met z'n allen op de fiets. Maar onderweg komen we andere muzikanten er tegen. Moeten ze eerst even wat spelen om te bewijzen dat ze wel mee kunnen doen. En dan stappen ze bij ons op de fiets. Jullie beginnen, hè? En let op mij, accordeons. Als cajons beginnen. 2, 3 en... Ik ben altijd begonnen als muziekleraar. En het blijft leuk om met kinderen of met amateurs te werken. Maar jij bent begonnen als kind? Ik ben begonnen als kind, ja. Ik zeg, de gouden stuiver. Ria Bremer, stuivers in. 1970. Hierom. De kinderen waar we nu mee werken, hè, tussen de 6 en de 10, daar zet je gewoon toch de toon voor je muzikale leven volgens mij. Ik ben nu alle scholen aan het langsgaan en de ene klas zit vol met accordeons en cajons, de andere met blazers, dan weer met strijkers. Voelen jullie eigenlijk een beetje muzikant? Ja. Echt waar? Ja. Wat vind je het leukst van muziek? Ik vind het wel leuk om zelf erop te spelen. Ja, het is wel. Waar zitten jullie nou op? Wat is dat? Een muziekinstrument waar je op kan spelen. Het is meer een ding, een doosje waar je op kan zitten. Hoe kun je daar nou op spelen? Nou, met je handen hierop. Hoezo? Laat eens zien, laat eens voelen. Het is een beetje een drumstel waar je op zit, hè? Dat is wel goed. Hoe leren jullie die ritmes dan ook? Moet je dan ook oefenen? Ja, dat doen we met de twee meesters. Dan gaan we samen in een groepje. We hebben een groep van accordeon en een groep van cajon. En dan gaan we in een andere klas bijvoorbeeld, dan gaan we erop spelen. Ik heb vorig jaar hetzelfde concert gedirigeerd, met andere kinderen uiteraard. En die kinderen kunnen eigenlijk nog niks, maar daar komen ze voor het eerst met 120 kinderen tegelijkertijd bij elkaar. En merken dat ze iets hebben ingestudeerd wat in de pul, wat bij elkaar past. En dat podium van de doelen, neem me niet kwalijk, dat dwingt respect af. Als je daar zit, dan denk je van wow, echt. En dat zie je die kinderen ook hebben. Het IKEI-orkest is te beluisteren, zelfs 2 keer, op donderdag 8 april in de grote zaal van de doelen. Maar er is meer, veel meer. Frank Groothof met Peer Gynt en Concertino Pannolino bijvoorbeeld met het concert Voelen met je buik. Voor baby's van een half jaar. Jongen. Kijk gewoon even op kindermuziekweek.nl. Jack, bedankt. Jongens, hoi. Frederike Spicht. De veelzijdige Rotterdamse Frederike Spicht is niet onder één noemer te vangen. Na een tumultueus begin in de jaren 80 is ze in wat kalmer water terechtgekomen. Maar die bijzondere, rauwe, krachtige, prachtige stem, die is gebleven.
Maar de rockband die heeft plaatsgemaakt voor een orkest met bandoneon, vleugel, bas, gitaar. En in het programma Alles is Vreemd, aanstaande zondag 10 april in het oude Luxor. Komen! En waardoor wij weer samen kunnen zijn, dat is toch te fixen. U kent het mixen, liefdeselixen. Veel Rotterdammers staan er weer te trappelen om erbij te zijn. Het Bonte Meerkunstenfestival Motel Mozaïek. Harry Hamelink, artistiek leider, vertelt over dit bijzonder gastvrije festival. Ik kreeg ook die foto de hele tijd bij zich van zo'n stadswacht. Zo presenteert Rotterdam zich. En dit is wat wij met het festival doen. Dus allemaal kussens neergelegd en allemaal de harde kant van de stad. Op een andere manier tonen met kunst en cultuur, maar ook met echt letterlijk kussens op een lantaarnpaal. Dit is een kussen van een project van Motel Mozaïek van vorig jaar, van 2010. Gemaakt door de kunstenaars Yvonne Beelen en Janita Schout. En zij hadden de slapers die tijdens het festival altijd in kunst of bijzondere locaties overnachten. Nadat ze dat hele programma van popmuziek en theater en beeldende kunst hebben meegemaakt, gaan slapen. En zij hadden alle mensen van tevoren een paar hele intieme vragen gesteld. Weken van tevoren. En zonder dat de mensen dat wisten, die persoonlijke antwoorden van de mensen verwerkt in een verhaaltje, in een sprookje. En op het moment dat de mensen in het Centrum Beeldende Kunst bijvoorbeeld gingen slapen, en ze na veel dansen en indrukken hun hoofd op het kussen legden en echt dachten eindelijk rust en slapen, dan legden ze hun oor op het kussen. En juist op dat moment ging dat verhaaltje over jouw intieme dingen, zeg maar, wat zij hadden verzameld, afspelen. Slapen! Wat krijgen we nou? Ja. Kunst en slapen? Ja, met Motel Mozaïek hebben we vanaf het begin eigenlijk het plaatje, als jij zeg maar zelf vrienden thuis uitnodigt een weekend lang. Ja. Blijven eten, blijven slapen. Precies, en stiekem hoop je dat je hun het mooiste weekend van hun leven aanbiedt. Blow me against the ground. En wij hebben er al vanaf het begin voor gekozen om dat altijd in beeldende kunst te laten doen. Of op bijzondere plekken in de stad. Dus we hebben in... Maar hoe moet dat voor me zien? Dat we publiek hebben die een apart kaartje kunnen kopen om te komen slapen. En die slapen dan, zeg maar, de eerste jaren hebben we dat in tent op de Witte de Witstraat gedaan. Ja. En dan slapen die mensen echt letterlijk in kunstwerken. Dus van Joep van Lieshout, het multivrouwenbed, het eerste jaar. Ja. Of we hebben jaren gehad dat we 15 kunstenaars vroegen om een speciaal bed te ontwerpen. En dat ging dan van een grafzerk in tent tot een kunstenaar die een bakfiets had waar mensen in konden liggen. En bij het ontwaken zat hij in één keer op die fiets. Fietsen die door de stad met een ontbijtje in een tas bij zich en een koffietje in de zon aan de Maas. Ja. En dan fietsen die weer terug. In circles, jump, dive and fall. Kijk, wij zeggen met Motel Mozaïek altijd dat we een multidisciplinair festival zijn. En gastvrijheid als thema. En dit jaar zelfs ook transformatie. Dus het leek mij mooi om de mensen van Herk uit te nodigen. Die in de kerk waar hij lid van is, met zijn vrouw, bezig is om de psalmen die daar gezongen worden om te zetten. En tijdens Motel Mozaïek gaan zij dus die psalmen spelen in een nieuw arrangement door hem gemaakt. En ja, dat is voor mij een mooi voorbeeld van transformatie. Ik ben muzikant, en ik ben ook gewoon een mens. En de ene keer heb ik behoefte aan om gewoon de sluizen open te gooien en gewoon mijn frustratie eruit te knallen, zeg maar. En dat vind ik ook, daar zit iets heel moois in om dat te doen. Maar een mens is ook niet alleen maar één brok frustratie altijd, zeg maar. Dus er moet ook zo nu en dan gewoon ruimte zijn om gewoon wat andere gevoelens de ruimte te geven, zeg maar. Eigenlijk op dit plein hebben we tijdens Motel Mozaïek, en dat doen we al jaren, op dit plein of op een station waar je helemaal niet mag komen, of op een bouwput, toch? Tijdelijke poppodia. Dus we zetten gewoon tijdens Motel Mozaïek hier een tent neer voor 250 mensen. Ja, want je kan heel veel gratis doen hier ook, toch?
Ja, dat project wat we hier doen, dat is eigenlijk allemaal gratis toegankelijk. Rotterdamse Oogst en Imagine 2020 van de Rotterdamse Schouwburg werken eraan om hier een 10 meter lange gaarkeuken te krijgen. Waar allerlei koks, veganisten, koks die bezig zijn met varkenshoeden, die gaan allemaal heel speciaal goed eten. Ben jij idealist? Ja, stiekem wel, denk ik, ja. Ja, nou, ja. Ja, ik hoor wel vaak dat mensen zeggen dat ik een missie heb. En dat klopt ook wel. Ondertussen durf ik dat eigenlijk wel toe te geven, ja. Hartstikke mooi, hè? Ja. Het was een liedje over de stilte voor de storm eigenlijk. En ik vond dat toepasselijk voor het moment, vlak voor het plein nu nog gewoon zo zoals het altijd is. En vlak voor Motormozaïek, waarbij alles dan getransformeerd wordt in iets anders. Na de zenuwslopende voorrondes en een geweldige masterclass staat het nu te gebeuren. De finalisten van het Rotterdams Open Podium. De talentenjacht voor iedereen vanaf 16 jaar. Die strijden op 5 april om de felbegeerde hoofdprijs. Een optreden in het Zuidpleintheater en alles wat daarbij hoort. En wie gaat hem winnen? Oh, wie gaat hem winnen? Wordt het... Wie van jullie voelt dat er iets niet klopt in onze samenleving? Of wordt het toch... I like to chill. I hope you like to chill as well. Of wordt het toch ras? Of nee, Mo! Ik hou het hierbij. Hoezo, Voice of Holland? Ach, donder op. The Sound of Rotterdam, dat zou je bedoelen. Pow, pow, pow. De stad die nooit rust is een promotiefilm uit 1928 met camerawerk van de beroemde Hongaarse cameraman Andor von Barsi. De film geeft een prachtige kijk in de oude stad Rotterdam. Het straatbeeld, de mensen, maar vooral de oude havens. Jammer genoeg ging de oorspronkelijke versie verloren. Reden voor het gemeentearchief en het iFilm Instituut om de handen ineen te slaan en de film te restaureren. De film werd voorzien van een soundtrack door Pierre Bastien en Charlie van Rest. En bij Charlie van Rest gaan we heel even in de studio kijken. Nou, dit is mijn privé cockpit. En ik doe hier, hier doe ik geluid. En dat gedeelte waar jij zit, daar doe ik de muziek en andere geluidseffecten. Het probleem is natuurlijk dat veel stomme films die van een muziekscore worden voorzien, dat is altijd een beetje moeilijk, omdat als het niet je stijl van muziek is, dan wordt het na een kwartier wordt het al vervelend om te aanschouwen. En dat gaat dan een beetje wringen met de film. Dus dat wou ik anders aanpakken, alsof het een realistische film is, zeg maar, die nu gemaakt is. Omgevingsgeluid, muziek af en toe en ja, geen voice-over dit keer. En daar heb ik dan ben ik eraan begonnen. Dit gaat over de Waalhaven, volgens mij. Die was toen in aanbouw. Mm-hmm. En daar zou dan de olieproductie enzovoort. Je zweeft hier eigenlijk in dat vliegtuig. En hier geeft hij gas, weet je, en tegelijk gaat hij om zo. En hoe lang ben je er dan mee aan de slag? Nou, liep wel een beetje uit de hand, ja. Ik heb er ruim drie maanden aan gewerkt. Je kan het een klein beetje zien. Ik heb hier de tracks, de 24 tracks zijn dit. Alle 24, die zitten vol. En als ik er doorheen ga, dit zijn dus al zo'n vlekje is eigenlijk een soort geluidje, zeg maar. Nou, bij elkaar zijn er ongeveer 3000 geluidsfragmenten. En op 5 plekken zit de muziek van Pierre Bastien door. En dat heeft hij fantastisch gedaan, Pierre. Want dat is natuurlijk ook, naast muzikant is het ook echt een kunstenaar. Hè? Oh, wacht even, hier, dit is helemaal mooi. Dit is een soort bananenstukje. Bananen werden veel geïmporteerd in Rotterdam in die tijd.
Dat gaat dan over in een over hout inladen, uitladen in de Rotterdamse haven. En dat wordt door Pierre gedaan. Het leuke van die muziek van Pierre is dat hij dat helemaal zelf maakte. Niet alleen de muziek, maar ook de instrumenten waarmee die muziek gemaakt is, maakt hij zelf. Hij heeft bijvoorbeeld aan het eind, dan zie je zo'n oceaanstomer, zie je zo naar de horizon verdwijnen. Klassiek shot, heeft hij een slangetje uit zijn trompet, dat is ook een instrument wat hij bespeelt. En die gaat in een glas met water. Dus terwijl hij trompet speelt, hoor je dus zo blub 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 blub. Het ligt er wel dik bovenop, maar het klinkt fantastisch. Oké, die doen we dan ook nog even erbij. Het was een soort passagiersschip, hè? Zo'n cruise-achtig... Dus het is een soort afscheid. Het is een beetje mineur, maar past perfect bij deze film. Zo van goodbye, goodbye. Ja.